Oh! Oh! Michael en ik, en Franklin en ik, die gaan nu gewoon fucking... Oh, let's go, let's do it. Ik ga pas dat ik het zeg, ga het gewoon doen. Let's go, boys! YOLO! Pop! Hallo. En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan wij weer een video opnemen. Ben je klaar voor? Ja, leuk, je kijkt deze nieuwe video. Ik ben Max, hij aangenaam, je kent me wel, bla bla bla. Of niet, hallo, nou aangenaam, Max. Maar goed, we gaan vandaag GTA 5 Storyline episode 3 opnemen. Voor jullie. Is hij al online en ik ben hem nu aan het opnemen en... Ja, dus ja, wat een goede intro. Oké, let's go. Let's go into the video, want we gaan naar de eerste missie van vandaag. Waarschijnlijk ook de enige. Maar dat maakt niet uit, dus we gaan naar de missie toe met Franklin, zoals gewoonlijk. En let's go, boys! Premium Deluxe Motorsport. What? You don't like me because you think that I am an Arab. An Arab. Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? A mentor? Sorry about that. Hij zegt dat hij zijn mentor is. What you got for James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. Okay, dus ik moet een auto halen. Of de auto. Of Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Ik moet een auto ophalen van een guy. Okay. Ik moet dus een auto ophalen van een guy. Een soort SUV. Dus gewoon toch een beetje een soort truck is het. Van een boy. En dat is... We hebben een locatie. Dus Franklin en ik, a.k.a. Franklin, gaat erheen. En we gaan even kijken wat voor SUV dat is. Die wij op moeten halen, want ik denk oprecht dat, dinges, als ik maar, ik heb ooit de storyline, nooit uitgespeeld, maar wel eens gespeeld. Maar dat is veel te lang geleden. En ik weet dat, dat zoon van Michael altijd zo'n, okay. Hallo? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. Okay. Ik weet nog van missie 1 dat we die bike gingen stelen en dat Lamar op het einde was like, you, ik hou hem voor mezelf. En nu denkt Simon dus dat ik hem voor mezelf heb gehouden. Dus fucking Lamar, nu zit ik in een probleem. Ik zag ook dat ik wat FPS drop zat, dus we gaan even kijken of we het kunnen fixen. Oké, we hebben dus nu, we zijn bij de locatie, maar Simon die is eigenlijk ook een beetje boos op ons. Dat we de motor niet gegeven hebben. Dus dan gaat Lamar voor boete. Fucking Lamar. Volgens mij zijn we... Ja. Ja. We zijn bij Michael's huis. En, oh, ik moet er overheen. Oh. Take out the gardener. Oh jee. Oh boy. Oké. Franklin en ik gaan nu vrijwel inbreken in Michael's huis. Maar we moeten eerst eens de gardener uitschakelen. Kom. Kom. Oké, we hebben die guy uitgeschakeld. Nu moeten we naar binnen, denk ik. Jezus, het is warm in mijn kamer, zeg. Nu moeten we naar binnen, maar hoe doen we dat? Zo. Never mind, zo gaan we niet naar binnen. Oké, nou rennen kan ik nu wel. Maar ik weet 100% dat het Michael's huis is. Dat weet iedereen gewoon dat het Michael's huis is. Maar... To reach the open window, climb into the car. Oké. Oh! Fucking homo, you're dead! Oh! Dad! He said I had a massive! Jimmy called me a bitch! Oh! Oh, shit! No one creeps on the J-Dog, my niggas!
Wat is dit? Wat moet ik doen? Avoid alerting. Oké. Wat zijn hij aan het doen? Oh shit, hij speelt. Wat voor spel is dit? Holy damn. En hier ligt. Oh, hier ligt een chick. Oh shit. Oké, gaan we naar beneden. Let's go. Komt-ie. Dit is 100% Michael's huis. Maar Franklin en ik zijn nu gewoon Michael's huis eigenlijk. Binnenge. Durpt of zo. Oh shit. Nice. Let's steal the SUV. Franklin gaat nu gewoon de SUV stelen van Michael. En we hebben hem gestolen. Nu mogen we gaan. The end. Easy peasy lemon squeezy boys. Ik ben trots op mezelf. We hebben zojuist gewoon Michael's auto genakt. Of van de kleine Jimmy. Kan ook. Fuck off Simon. Ik ga je niet opnemen. Man. We gaan hem terugbrengen. En what's happening? That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. Take me where you're going. Hey, come on, man. This was a real. Damn, Michael zit gewoon achterin. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. Damn! Be serious, dude. I just worked the fucking repo. Deze guy, Michael heeft me juist betrapt dat ik zijn auto wilde stelen. Of een Jimmy, het is wel Jimmy's auto. Holy shit, zeg. Damn. Hij zit nu gewoon achterin, lekker met zijn gun tegen mijn kop. Gast. Michael had dus mee, want hij zat achterin of zo, hij zat al in de auto. Damn. Oké. Stop the car. Pull up. Oké. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. That the place? Yeah, this the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Oh shit! Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Ooh. Ram through the dealership window. Oh! Oh! Michael en ik, en Franklin AK, die gaan nu gewoon fucking, oh, let's go, let's do it. Ik ga, in plaats van dat ik het gezicht ga ik het gewoon doen. Let's go, boys! YOLO! Pop! Get fucked! What the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not get exactly fucked! That was Trump big for a job well done. Get out of here, kid. Oh! Pop! Get the fuck, Simon. Michael! Michael die betaalde Franklin nu, die mag hier weg. In tussentijd. Waarom? Die guy kan echt niet vechten. In tussentijd. Pop! Michael fighting Simon! Wie wint? Ik denk dat Michael gaat winnen. Michael is veel sap bij. Pop! Oh! Oh! Dodge! Pop! Simon, you done yet? Oh! Oh! Fucking racist, fuck off. Echt, there you go, op je neus, echt autist. Oh! Fucking Michael, pak hem aan, joh. Wat is dat? Gaat hij nu slaan, alsjeblieft, nog één keer? Oké. Okay. Lekker bezig. Michael heeft hem serieus gewoon in elkaar geslagen, die Simon. Maar ook goed verdiend ook. Want ik moest de auto verstelen van Michael's zoon. Ben ik nu ook gewoon. Ik ben nu ook gewoon. Ik ben Michael nu. We hebben Michael geunlocked, boys. Continue. Voordat we verder gaan, doen wij altijd wat wij normaal ook doen. Is quick save. Oh, Michael heeft ook gewoon een heel andere mobiel. Nice. Yes. Nieuw save. Nice, boys. Oké. Okay. Maar de auto staat nu wel gewoon nog binnen. Ja, hell no, dat we dat doen. Doe ik mijn auto terug ook. There we go. Die wil ik nu terug ook. Het is mijn auto. Fuck sakes. Maar we zijn Michael nu. Oftewel, we kunnen nu ook gewoon de Michael missies doen. En dat... Hey. Dat is best wel dope. Dus a.k.a. de volgende episode. Ik zie hier een Frederik lopen. De volgende episode gaan wij als Michael.
Oh, ik vreug me er nu op. Zitten we niet meer als die stink Franklin? Gewoon als de coole Michael. Dus iedereen, bedankt voor het kijken. Doe het dumpje omhoog. Dus zo zeg maar. Subscribe. En weet ik veel wat je allemaal nog met de video wil doen. En dan voel je de outro aankomen. Hoor je hem? Of zie? Oh, voel hem. Oh. 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 Oh.